Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Economie in Actie. Vandaag gaan we het hebben over Prinsjesdag en we koppelen wat er op Prinsjesdag is gepresenteerd door de minister van Financiën aan de theorie die je in de bovenbouw moet kennen voor het vak economie. Dit is de voorkant van de miljoenennota, een document van wel 125 pagina's waarin exact wordt uitgelegd wat de overheid, het kabinet, het komende jaar allemaal wil gaan doen en hoeveel geld ze daarmee, hoeveel geld daarmee gemoeid is. En dan gaat het om zowel de inkomsten als de uitgaven. Hier zie je een aantal hoogtepunten uit de miljoenennota van dit jaar. Er zijn onder andere een aantal koopkrachtmaatregelen bedacht om ervoor te zorgen dat mensen met vooral de laagste inkomens, dus van wie de koopkracht al laag is, dat hun koopkracht behouden blijft. Linksonder zie je bijvoorbeeld dat als deze maatregelen niet genomen zouden worden, er volgens het kabinet een toename zou zijn van het aantal kinderen dat in armoede leeft, dus onder de armoedegrens leeft, en ook het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft. En met deze aanpassingen is dat aantal naar verwachting kleiner. Er wordt onder andere iets gedaan met de huurtoeslag. Die wordt dus verhoogd. Of eigenlijk de eigen bijdrage wordt verlaagd. Dus dat betekent dat er meer huurtoeslag wordt gegeven. Dus dat mensen makkelijker hun huur kunnen betalen. En daarnaast is er nog een tijdelijk noodfonds voor energie. Om ervoor te zorgen dat ondanks de hoge energieprijzen mensen toch nog enigszins rond kunnen komen. Het is natuurlijk heel moeilijk. Maar de overheid probeert daar dan in ieder geval met dit soort maatregelen in te helpen. Verder zijn er meer gegevens bekend. Als je kijkt links naar de economische groei, dan zie je dus ook heel duidelijk dat de stippenlijn de trendmatige groei is en de doorgetrokken lijn eigenlijk de conjuncturele groei. Je ziet dat er een grote dip was zo rond 2020-2022. Dat had natuurlijk te maken met de coronacrisis. Maar nu zitten we weer redelijk op die trendmatige groei. En voor 2023 wordt er een groei verwacht, een economische groei van 0,7% en voor 2024 van 1,5%. Gemiddeld groeit de Nederlandse economie zo'n 2,5%. Dus het is nog wel iets onder het gemiddelde. Maar in ieder geval is het zo dat het BBP niet meer krimpt. Verder zie je rechts de inflatie. Ook de inflatie is natuurlijk de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak is de inflatie gigantisch gestegen. Dat zie je ook aan die piek in de grafiek. Maar op dit moment is de inflatie alweer een stuk gedaald. Maar zit nog steeds wel boven die 2% die de ECB, de centrale bank, op middellange termijn wil. Verder zien we dat de lonen, en hier kan je links kijken naar drie vormen van informatie, namelijk de cao-lonen. Dus dat zijn de nominale lonen, de consumentenprijzen, dus dat zegt iets over de inflatie, en de reële cao-lonen, waarbij de reële lonen natuurlijk de lonen zijn waarbij rekening wordt gehouden met de inflatie. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die blauwe balken en die oranje balken, die vormen uiteindelijk die doorgetrokken lijn. Want je ziet ook links dat als die gele balk, die consumentenprijzen, ruim boven die blauwe balk zit, die cao-lonen, dan is eigenlijk dus de koopkracht van de lonen negatief. En dan zie je dus ook dat die reële cao-loonontwikkeling onder de nul zit. En dat komt dus omdat de prijzen meer stijgen dan dat de lonen stijgen. Rechts zie je de werkloosheid. Nou, de werkloosheid is eigenlijk al tijden historisch laag. Gemiddeld over de afgelopen 20 jaar ligt de werkloosheid zo rond de 6%. Op dit moment is de werkloosheid 3,6%. Dus het is een hele krappe arbeidsmarkt. Zorgt er ook voor dat de lonen meer stijgen. En dat is echt een ontwikkeling van de laatste 5, 6 jaar. Kijken we nog even naar de overheidsschuld. De overheidsschuld is de schuld uitgedrukt van de overheid als percentage van het BBP. En die zit op dit moment, of die wordt naar verwachting voor 2024, 47,3%. Dus onder de 50 sowieso voor het groei- en stabiliteitspact, zoals je dat bij de euro, zoals we dat bij de euro hebben afgesproken, mag de schuld maximaal 60% zijn van het BBP. Nou, daar zitten we in Nederland dus nog ruimschoots onder. Verder zie je het overheidssaldo. Het overheidssaldo, dat bepaal je door de inkomsten daar de uitgaven van de overheid van af te halen. En het overheidssaldo uitgedrukt als percentage van het BBP is min
2,9%. Dus we hebben een tekort op de begroting. Er wordt dus meer uitgegeven dan dat er binnenkomt aan belastingen en aan premies. Je ziet soms ook wel jaren dat het balkje boven de nul zit. Dus dan is er een overheidsoverschot, een begrotingsoverschot. En dan zou bijvoorbeeld de staatsschuld weer kleiner kunnen worden. Dat zie je eigenlijk ook wel gebeuren. Hè? Want als we hier een overschot hebben bij dit balkje, zie je ook dat die staatsschuldquote daalt. Nou wordt die staatsschuldquote niet alleen bepaald door de schuld, maar dus ook door het BBP. Kijken we nog heel even naar de uitgaven en de inkomsten. Voor het komende jaar 2024 ruim 433 miljard aan uitgaven, waarbij de grootste uitgaven de zorg zijn en de sociale zekerheid. Kijken we naar de inkomsten, dan zit dat net boven de 402,9 miljard. Dus, waarbij de grootste inkomstenposten zijn de loon- en inkomstenbelasting en de omzetbelasting, dus de BTW. En de vennootschapsbelasting, dat is de belasting die bedrijven betalen over hun winst. 400 miljard iets meer aan inkomsten. Je ziet dus dat de inkomsten lager zijn dan de uitgaven van de overheid. Dus dat de overheid een tekort heeft. En dat leidt ook dus tot dat tekort wat hier dus wordt uitgedrukt in die min 2,9%. Tot zover even die miljoenennota in een hele snelle video. Top dat je hem bekeken hebt en kijk ook anders nog even de video die hierna te zien is. Dan weet je nog wat meer over de theorie achter die miljoenennota. Tot de volgende week. Doei!